Goedenavond. De kans dat er in Brugge de volgende jaren wordt gestart met de bouw van een voetbalstadion in het Chartreusegebied is wel heel erg klein. De auditeur bij de Raad van State geeft een negatief advies over de plannen voor het stadion met winkelcentrum daar. De auditeur volgt de gemeente Zedelgem, actiegroep Witte Pion en de partij Groen. Zij vragen de schorsing en uiteindelijk vernietiging van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De Raad van State volgt haast altijd het advies van de auditeur. De uitspraak wordt voor het eind van dit jaar verwacht. Ja, ik mag zeggen dat we de Sint-Colis toch wel in opgedronken hebben. De opluchting bij de gemeente Zedelgem is dan ook groot. De kans dat er in het Chartreusegebied op de grens van Brugge met Lophem een nieuw voetbalstadion met winkelcentrum komt, wordt heel erg klein. De auditeur bij de Raad van State volgt 3 van de 7 argumenten die de gemeente aanbracht om de plannen te schorsen. Niet omdat hij de 4 andere niet gegrond vindt, maar wel omdat hij vindt dat het materiaal voldoende is. En de punten die hij onderzoekt zijn dus de mobiliteit en de leefbaarheid voor Lophem. Dat is natuurlijk voor ons belangrijk. De mer en de legging van het gebied en dan ook de watertoets. Het is dus onjuist, en daar zijn wij eigenlijk ook wel blij voor, dat het enkel en alleen zou gaan over vleermuizen. Want dus het middel over de vleermuizen is zelfs niet eens aan bod gekomen in het auditoraatsverslag. Diezelfde 3 argumenten waren ook aangehaald door actiegroep De Witte Pion en de partij Groen. Wij hadden het verwacht, we hadden altijd geloofd in een goede afloop, maar in die zin toch nog een stukje verrast, omdat het advies van de auditeur dermate is dat alle argumenten tot hiertoe, alle argumenten die tenminste onderzocht zijn, tot hiertoe gevolgd zijn. Dus tot hiertoe halen wij over de ganslijn gelijk. Op 16 september wordt de zaak gepleit. Verwacht wordt dat de Raad van State voor eind dit jaar beslist of dit onderdeel van de afbakening grootstedelijk gebied Brugge wordt geschorst. Als de Raad van State beslist tot schorsing, kunnen ze zelfs niet beginnen. Dus dan mag er niet begonnen worden aan het project. Moet er gewacht worden. Of zij dan zullen wachten. Of als er vanuit politiek vlak een nieuw signaal zal komen van we zoeken onmiddellijk een ander terrein. Dat moeten we natuurlijk afwachten. Het ziet er dus naar uit dat in dit dossier buurtbewoners en het gemeentebestuur hun slag thuis halen. Iets wat hen niet altijd in dank is afgenomen. Er zijn wel wat bedreigingen geweest, maar dat is nu ook blijkbaar een teken destijds. We hadden voldoende argumenten of een sterk dossier om dat aan te vechten. Dus het is ons volste recht om dat te doen. En u ziet maar dat het advies van de auditeur toch ons daarin gelijk heeft. Ik heb altijd gezegd dat de gemeente Zedelgem in die zaak wilde spreken, maar op een bepaald moment zijn wij voor een voldomme feit geplaatst geweest. Het is een stap in een verhaal dat zeer lang aansleept en dat misschien met wat meer bedenking aan alle kanten had kunnen vermeden worden. Burgemeester Patrick Moenaert van Brugge is niet gelukkig met het advies van de auditeur. Het project loopt al zo lang en verloopt zo moeilijk dat verder uitstel erg ongelegen komt. Het stadsbestuur hoopt dat er alsnog een nieuw stadion voor club in het Chartreusegebied kan komen, mits de nodige aanpassingen aan het dossier. Een nieuw stadion voor Brugge. Het project loopt al 5 jaar erg moeizaam. Het advies van de auditeur is de zoveelste mokerslag voor de plannen van club. Het is zeer slecht gestart, dat dossier. Ik denk dat er hard aan gewerkt is, veel verfijningen aangebracht zijn. En het verwondert mij, het zou mij wel een teleurstelling zijn als we nu nog vertraging oplopen. De burgemeester was ervan overtuigd dat het project met de aanpassingen die waren gebeurd nu goed onderbouwd was. Maar de auditeur ziet dat blijkbaar anders. Het is nu wel nog wachten of de Raad van State dat advies zal volgen. Als dit doorgaat, ja, dan is dat een vertraging, een serieuze vertraging in het dossier. En zal men moeten beslissen of men nieuwe locaties bekijkt of de huidige locatie, vastgesteld door de Vlaamse regering, verfijnt. Ik denk dat de tweede piste de beste is om vooruit te gaan. Maar in alle geval zou dat een serieuze vertraging zijn van toch minstens 1,5 jaar. De auditeur argumenteert ook dat de alternatieve locaties, de Spie en de Blankenbergse Steenweg, niet genoeg zijn onderzocht. De burgemeester stelde die locaties in het noorden van Brugge destijds voor. Ik zal daar zeer sereen op antwoorden dat wij wel alternatieven geformuleerd hebben destijds, die door het kabinet van de minister van Ruimtelijke Ordening en andere instanties weggelachen zijn. Dus wij hebben dat niet meer verder bestudeerd. Ook al waren daar waarschijnlijk wel troeven. Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening, Philippe Muiters, reageert voorlopig niet. En Club Brugge wijst naar de overheden. De club heeft al geïnvesteerd in het Jan Breydelstadion, omdat ze beseft dat ze daar nog zeker 5 jaar zal spelen. Een nieuwe stek is dus nog ver af. Ja, en bij ons in de studio zit ook Schepen van Ruimtelijke Ordening van Brugge, Mercedes van Volsem. Welkom. Had u het verwacht?
Nee, ik had het niet verwacht. In die zin, als je een stap zet in de ruimtelijke ordening, dan hoop je dat het slaagt. Dat is toch het vertrekpunt, ja. De burgemeester zegt, we hebben heel veel verfijningen aangebracht, het dossier grondig voorbereid. De auditeur volgt het niet, dus de stad heeft zijn huiswerk niet voldoende gemaakt. Ja, daar zou ik toch wel in betwisten. In die zin, de stad heeft altijd zeer constructief medegewerkt. Als minister Muiters heeft beslist dat de plaats om het stadion te bouwen Chartreuse was. Dan hebben wij natuurlijk een werkgroep opgericht en hebben wij alle inspanning geleverd om zowel naar financiering, mobiliteit daaruit te geraken. Maar we komen van een zeer ver verhaal. Het is zo dat in het Planmeer 16 locaties zijn onderzocht geworden. Ja. Uiteindelijk zijn er 5 weerhouden, onder andere de Spie en de Blankenbergse Steenweg, de uitbreiding van Jan Breidel en dan ook de Oostkampse baan en Chartreuse. Maar die zijn blijkbaar niet voldoende onderzocht, zegt de auditeur. De auditeur zegt het niet zo. Ik heb niet alle verslagen gelezen. Er zijn er 3, maar toch eentje van 40 pagina's die analoog zijn met de andere. En daar zegt de auditeur in feite dat de motivering niet voldoende is. Dat men heeft besloten om het stadion op Chartreuse te plaatsen, maar dat de alternatieven niet voldoende onderzocht zijn naar motivering toe. Ja. Wij hebben gesteld, kijk, Chartreuse lijkt ons een goede locatie. Jan Breidel is voor ons financieel niet haalbaar, ook naar mobiliteit niet. Dat is zo ook in de beslissing van de minister naar voren gekomen. Maar de auditeur geeft aan in dit evolutief proces van het Planmeer dat men toch ook de motivatie gaat moeten overnemen waarom men niet kiest voor de Spie en waarom men niet kiest voor de Blankenbergse Steenweg. Dus eigenlijk toch niet voldoende huiswerk gemaakt. Wel, de minister, denk ik, zal moeten zijn werk verfijnen. Of ik denk dat het eigenlijk, indien hij aan zijn standpunt houdt en indien de Raad van State de auditeur zou volgen, want dat is natuurlijk ook nog niet definitief beslist, dan is er een mogelijkheid, juridisch, dat de minister het deelplan die wordt geschorst, dat hij de beslissing over dit deelplan zou intrekken en dat de minister een nieuwe beslissing neemt die aan de middelen van de auditeur tegemoet komt, waarbij zowel de watertoets als de alternatieven grondig worden gemotiveerd en ook het zorgvuldigheidsbeginsel goed bij de beslissing wordt gegarandeerd. U heeft ook al een paar keer gezegd, het is eigenlijk weer de burger die het haalt van de overheid. U bent daar niet altijd gelukkig mee als schepen van ruimtelijke ordening. Daar krijgt u ook op andere gebieden in Brugge mee te maken. Ja, kijk, als schepen van ruimtelijke ordening is het mijn taak om de ruimte te verdelen tussen de verschillende actoren in de samenleving. Ja. De een wil sport, de ander wil groen, de ander wil bedrijventerrein, de ander wil wonen. Mm-hmm. En het is zo dat hoeveel ruimte u ook geeft aan welke partner, dat elke partner zich toch altijd een stukje tekort gedaan voelt. Ja. En het is het recht van elke actor om naar de rechtbank te stappen, indien hij met die verdeling van die ruimte niet eens is. Maar ik vind het toch een beetje een verkeerde evolutie in de samenleving, dat eens beslissingen goed gemotiveerd zijn genomen en ook wel overwogen, dat men dat telkens opnieuw kan in vraag stellen. Ik denk dat de samenleving ook nog vooruit moet kunnen en dat er toch ook een minderheid of één persoon toch niet de hele samenleving in alle plannen en dynamisme kan tegenhouden. Dat vind ik toch iets jammer. Ja, maar dat is op dit moment toch nog altijd zo. Dus jullie zullen er vooral moeten mee leren leven. Ja, dat doen we elke dag. Maar moeilijk gaat ook. Oké, goed. Dankjewel voor de komst.